zitting is zojuist afgelopen hier in Alabama. De rechter heeft de deal die tussen Joran van der Sloot en het Openbaar Ministerie heeft gesloten bekrachtigd. De deal houdt in dat de verklaring van Joran van der Sloot over de moord op Natalie Holloway als geloofwaardig wordt geacht. En dat hij een straf krijgt van 20 jaar voor de afpersing van de nabestaanden van de familie Holloway. Beth Holloway, de moeder van Natalie, heeft juist de hele emotionele verklaring afgelegd. En ook daarin flink uitgehaald naar Joran van der Sloot, die ze gewetenloos noemt. En haar eigenlijk en haar familie alle vreugde en liefde uit haar leven heeft ontnomen. Joran van der Sloot heeft zelf ook een kort statement gegeven. Hij heeft spijt betuigd. En hij heeft gezegd dat hij een ander mens is dan in 2005 en in 2010 nu. Hij gelooft in God, zegt hij. Hij is in Jezus Christus. En de rechter heeft tot slot een heel fel betoog gehouden eigenlijk tegen de gruwelijkheden die Joran van der Sloot heeft begaan. Maar zich toch akkoord bevonden met de deal die nu is gesloten. Die inhoudt dat Joran van der Sloot eigenlijk heel snel, op korte termijn al teruggevlogen wordt naar Peru. En daar tot 2045 zijn straf zal moeten uitzitten. Als er om wat voor reden dan ook een strafkorting in Peru zou plaatsvinden, dan moet hij alsnog terug naar Amerika om het resterende deel uit te zitten. Maar hiermee is de zaak juridisch afgedaan. Er zijn geen details eigenlijk prijsgegeven nu over het vermissen of het lot van Natalie Holloway, anders dan dat ze dus inderdaad op het strand in 2005 vermoord is. Dat haar lichaamsresten niet zijn teruggevonden en dat beschouwt de rechter eigenlijk als extra verdrietig voor de familie. Omdat er op die manier nooit afscheid kan worden genomen. Hiermee is in de ogen van de Amerikaanse justitie en de Amerikaanse rechtspraak zaken ten einde. Joran van der Sloot is daarna weggevoerd uit de rechtszaal. Beth Twitty, de moeder van Natalie, neemt nu eigenlijk allerlei steunbetuigingen in ontvangst van familieleden en andere aanwezigen in de zaal. En zal zo naar verwachting hier naar buiten komen, waar de pers klaar staat voor haar om haar reactie te vernemen. Ik heb even kort na afloop met haar gesproken en haar even de hand geschud. En zij zal straks nadere toelichting geven samen met haar advocaten.